In het Erasmus MC heeft u van de sportarts het advies gekregen om oefeningen te doen. Deze oefeningen helpen u bij het herstellen van uw sportblessure. In deze film ziet u waarom oefentherapie belangrijk is en wat u ervan kunt verwachten. Wij leggen u ook uit hoe u de oefeningen opbouwt en wat u kunt doen bij pijn. Bij een blessure denkt u waarschijnlijk dat het nemen van rust het beste is. Dit kan helpen om de pijn te verminderen. Een nadeel van alleen rust nemen is wel dat het geblesseerde weefsel niet sterker wordt. U loopt dan het risico snel een terugval te krijgen als u na een periode van rust weer begint met sporten. Met oefentherapie kunt u dit voorkomen. Door oefeningen te doen gaan uw lichaamcellen nieuw weefsel aanmaken en daardoor weefsel sterker maken. Dit noemen we met een moeilijk woord mechanotransductie. Dit gaat soms heel snel. We zien dit bijvoorbeeld bij het trainen van spieren. Na enkele weken is de spier al sterker geworden. Voor blessures in spieren duurt het herstel vaak dan ook een aantal weken. Bij peesblessures is hiervoor meer tijd nodig, vaak een aantal maanden. Oefentherapie kost tijd, maar u kunt de oefeningen voor een groot deel vaak thuis doen of op de sportschool. U zorgt er zo voor dat uw lichaam de blessure zelf herstelt. Ook als u al langer last heeft van een blessure, kan een goed oefenprogramma voor herstel zorgen. Soms kan deskundige begeleiding door een fysiotherapeut nuttig zijn. Meestal krijgt u het advies om van lichtere oefeningen naar steeds zwaardere oefeningen op te bouwen. U kunt het trainingsschema volgen dat u van de sportarts heeft gekregen. Bij een blessure in de adductorspieren aan de binnenkant van uw bovenbeen begint u bijvoorbeeld met oefeningen waarbij u niet beweegt, maar alleen druk zet op de geblesseerde spieren. Daarna bouwt u de oefeningen op naar dynamische oefeningen waarbij u de spier spant als u beweegt. Deze oefeningen kunt u steeds zwaarder maken door meer herhalingen te doen of meer gewichten te gebruiken. Vaak helpt het wanneer u ook de spieren traint die de geblesseerde spiergroep ondersteunen. Of mogelijk een rol spelen bij de oorzaak van de blessure. Soms gaat u van oefeningen waarbij u beide benen mag gebruiken naar oefeningen op één been. Hierdoor maakt u de spier en pees steeds sterker. Dit bereidt uw lichaam voor op de belasting die nodig is bij uw dagelijkse activiteiten of het sporten. Bij een Achillespeesblessure begint u met lichte statische oefeningen. Dit noemen we ook wel isometrische oefeningen. Deze kunt u staand doen waarbij u de oppervlakkige kuitspieren traint. Als u de oefeningen zittend doet, traint u de diepe kuitspier. In deze zittende positie kunt u sneller met extra gewichten opbouwen. Daarna kunt u overgaan naar dynamische oefeningen, ook wel isotonische oefeningen genoemd. Een voorbeeld hiervan is dat u op uw tenen staat en weer naar beneden zakt met de hiel. Ook hier kunt u ervoor kiezen de oefeningen zittend uit te voeren. Als de zwaardere oefeningen goed gaan, dan kunt u trainen met pliometrische oefeningen. Explosieve oefeningen waarbij u een krachtige beweging maakt, zoals bij afzetten of springen. Deze zijn een goede voorbereiding op het sporten. Als de zwaarste oefeningen goed gaan, dan kunt u beginnen met oefeningen die lijken op de bewegingen die u doet tijdens uw sport. Voor iedere sport is dit anders. Dit kan bij teamsporters bijvoorbeeld worden opgebouwd van rustig joggen in een rechte lijn, naar rechtdoor sprinten en op snelheid veranderen van richting. Bent u hardloper, dan kunt u starten met een hardloopopbouwschema. Laat u daarom door uw sportarts informeren over de oefeningen die bij uw sport passen. We hopen natuurlijk dat uw herstel snel en zonder problemen verloopt. Maar vaak is dit niet zo. Veel mensen met een sportblessure ervaren ergens tijdens de revalidatie een terugval of een periode waarin het minder gaat. Deze terugval duurt vaak niet lang, omdat u in kleine stapjes opbouwt. Bij een terugval is het belangrijk niet te stoppen met de oefeningen, maar tijdelijk lichtere oefeningen te doen. Daarna kunt u weer versneld opbouwen naar het oude niveau van vlak voor de terugval. Lichte pijn op de plek van de blessure tijdens en na de oefeningen is goed. Dit betekent dat u het geblesseerde deel aan het trainen bent. Het is dus normaal en juist de bedoeling om wat pijn te voelen. Met de pijnscore kunt u aangeven hoeveel pijn u heeft. Een score van 0 is geen pijn en 10 punten is de ergst denkbare pijn.
pijn tot een score van 3 punten is goed. U kunt de oefeningen dan zwaarder maken, door ze bijvoorbeeld langer achter elkaar te doen of ze te verzwaren met een gewicht. Ook over een score tot 5 punten hoeft u zich geen zorgen te maken. Bouw de oefeningen alleen niet te snel op als uw pijnscore tegen de 5 punten aanzit. Heeft u een pijnscore van meer dan 5 punten tijdens of na de oefeningen, maak de oefeningen de volgende keer dan lichter. U hoeft zich ook geen zorgen te maken als u de volgende dag nog lichte pijn heeft. Heeft u hevige pijn of na 24 uur nog steeds pijn, doe ook dan de volgende keer lichtere oefeningen. Voor uw gezondheid en conditie is het ook belangrijk om voldoende te blijven bewegen. Bespreek dit met uw arts. Vaak is het advies om cardiotraining te doen, gericht op het fit houden van uw hart en longen. Bijvoorbeeld met oefeningen voor rompspieren en fietstraining. U kunt na afloop de pijnscore gebruiken om na te gaan of het niet te zwaar voor u is. We hopen dat u met deze film meer te weten bent gekomen over het opbouwen van de oefeningen voor de behandeling van uw sportblessure. Wij wensen u heel veel succes bij uw herstel.